Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 My Team Career Mode met, jawel, aflevering 100 van deze Career Mode. We zijn in seizoen 6 en we komen zo langzamerhand al aan richting het einde van het seizoen. Het lijkt wel de dag van gisteren toen we seizoen 6 van start gingen, maar dit is ronde 11. Dat houdt in dus dat 11, 12, 13, 14, 15, 16, nog 6 raceweekenden te gaan hebben. En dan is seizoen 6 een verleden tijd. We hebben nog niks gehoord over R&D changes. Ik mag toch hopen. Ik hoop toch wel een beetje op dat we een R&D change krijgen van alles. Letterlijk alle vier onderdelen. Want anders is het echt 0,0 problemen voor mij om dat te voltooien. Dus laten we hopen op dat. We gaan naar de raceweekend toe. En alsjeblieft, als er ooit een tijd is voor een cracker van de race, laat het deze zijn. We hebben er eentje gehad, niet zo lang geleden. Volgens mij de vorige race in Oostenrijk. Dat was een madness van de raceweekend. Meerdere crashes. Beide races volgens mij, want wat sprintrace en een hoofdrace met meer dan 4 uitvals. 4 en de race daarna zelfs meer dan dat. Dus hopen dat dat een beetje doorzet. Want dat hebben we eigenlijk best wel nodig. Oké, we gaan ons rondje beginnen met nog een paar tellen over. Perfect gedaan. We hebben de beste condities van de track benut. Dat kunnen we niet aan belemen. En we zijn ook de laatste die een rondje kan zetten. Kijk hoe we het gaan doen. Kijk wat onze tijd gaat worden. Oké, dat is beter. Oké, we komen binnen met onze snelste ronde van de race. En het is pole! Pole position! Op de 100ste aflevering van deze career mode pakken we pole position. Kijk eens aan. We zijn helemaal klaar voor de race van morgen. Kleine verschillen met de auto's achter ons. Norris op 7, wat is het, 7000 of zoiets? Oei, Hamilton 12e. Wat doet hij daar op de 12e plaats? Come on, mate. Oh, ik wist niet dat het zo goed ging. Daar ben ik echt verrast door. Nou, op naar de race dan. Daar gaan we weer in Le Castellet voor het nieuwe ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Renault won voor het eerste Franse Grand Prix tijdens de allereerste race in 1906. Maar het duurde nog 73 jaar voor de tweede volgde. Ik weet zeker dat Alpine flink zal aanzetten om de lokale fans hier vandaag blij te maken. Het beheersen van een ronde over Paul Ricard betekent het leren kennen van 15 bochten. 6 naar links en 9 naar rechts over een totale rondeafstand van 5,8 kilometer. Het lange rechte Mistralstuk wordt gescheiden door een chicane. Daar, in de Noordchicane, ligt de mogelijkheid voor veel inhaalacties. Let ook op de coureurs die zich op de kenmerkende gekleurde strepen begeven, welke weinig grip hebben en voor hoge slijtage zorgen. Het is tijd om de startgrid van vandaag te gaan bekijken. De engineer start op pole position en Lando Norris telt daarnaast op. Door naar de rest van de grid hebben we Sainz, Magnussen, Charles Leclerc en Vettel, Russell, Mick Schumacher, Gasly en Alexander Albon. Ocon, Hamilton,
Lance Stroll en Oscar Piastri. Drugovic, Schwartzman, Enzo Fittipaldi en Guan Yu Zhou. Latifi, Liam Lawson, Tsunoda. Door een eerdere gridstraf starten ze verder achteraan. En Max Verstappen is laatste op de grid. Nog even voor de lichten uitgaan, dus laten we naar het circuit gaan, waar ze bezig zijn met de laatste voorbereidingen. Ik vroeg me af, Bas van Damme, gaan we vandaag vanuit het middenveld wat vroege pitstops meemaken, waarmee de druk wordt opgevoerd en de boel in de war wordt gestopt voor de leiders vooraan? Als je in een groep rijdt, moet je toch altijd je eigen race rijden. Dus ik geloof niet dat ze vooraan problemen willen gaan veroorzaken. Als je meer vooraan rijdt, dan zou je zomaar eens wat splitstrategieën kunnen tegenkomen. Als je bijvoorbeeld tweede of derde rijdt en je auto inbrengt om de rest in de weg te zitten, terwijl de ander langer doorrijdt, dan legt dit een enorme druk op de leider en worden er eerder fouten gemaakt. Zo, dat was de startgrid van deze kampie. Waar we vanaf pol starten. Toch wel een beetje verrassend. Kan niet liegen. We gaan in ieder geval de normale strategie doen. Soft, medium. En dan gaan we zien wat AI doet hier al vandaag. Even kijken. Alleen Magnussen, Schwartzman en Latifi kiezen voor een andere strategie. Die gaan dus op de medium van start. En we zijn weg en we worden meteen ingehaald door Norris uiteraard. Binnenkant houden graag. Ik weet niet wie daar aan de binnenkant wel zitten, maar geen of buitenkant wel zitten, maar dat gaat dus niet lukken. Dat was eigenlijk wel een beetje verwacht, is Norris de snelste weg. En die heb ik nog redelijk gehandhaafd kunnen houden en ben ik tweede. Het is niet zo dramatisch dat ik meteen 4 of 5 ben. Wat wel eens zachtig man! Onder de 60? Fuck off. Zo langzaam. Nou, we gaan maar een undercut proberen, want Norris is niet bij te houden vandaag. Hij heeft een pace wat echt nergens op slaat. Echt nergens op slaat. Nou. Dankje. Zo dom van deze AI. Waarom gaat die battelen, man? Is Lando ook binnen? DRS. Opblazen, laat me gaan. Oh nee. Niet mijn 100ste aflevering zo eindigen. Fuck sake. Je kiest wel weer een aflevering uit om zo te eindigen.
fucking jubileum aflevering van deze carrière mode. Fuck off met je kankerjager. Oprotten. Hoef dat niet te zien. Ah, for fuck's sake. Mijn 100ste. Ondanks de inspanningen van onze klassementsleider is de voorsprong vandaag minder groot geworden. Fucking hell. Naar deze ongelofelijke race dag als coureur van de dag kiezen. Yuki Tsunoda krijgt mijn stem vandaag. Nou, niet van mij met zijn domme acties. Red Bull stijgt in de ranking. Er is ook een sterke aanwezigheid van het team van McLaren vandaag. Dat hem al geduid. Zo, wat een afsluiting weer van het... Hoe kan Hamilton dan ook als tiende zijn? We zijn de snelste auto van het veld. Wat is er aan de hand met mijn teamgenoten elke seizoen? Hamilton moet strijden met Vettel en Norris. Niet met Gasly en Ocon. 1-2 van McLaren, dan 3-4 Ferrari. Dan Leclerc, gelukkig maar 10 punten. Russell 6e, 7e Albon. 8e Schumacher, 9e Gasly. En 10e Hamilton. Nee, nee, nee. Dubbel. Dubbel naar beneden. Op de stand staan we nog steeds eerst. Nu 37 punten voorsprong op Leclerc. Die 10 punten dichterbij komt. Norris komt 26 punten dichtbij. En in teamstandings. Ja. Ik denk dat zolang als Hamilton geen resultaat gaat halen, zijn we kansloos voor het teamkampioenschap. Ik heb punten nodig van hem. En meer punten als dat hij me nu geeft. Zo, als het zo doorgaat, ja, gaan we geen teamkampioenschap halen. Dus dat is vrij pijnlijk. En helemaal voor de 100ste aflevering. Oh, for fuck's sake, man. Wil ik u dat zien wat het nou weer kapot gegaan is. Twee van de vier podium dingen is niet gehaald. Al had Hamilton natuurlijk een podium moeten halen met in onze auto. Kijk eventjes naar Kenny Bericht, 0 punten. Wat met je bericht dan? De MJUH heeft het weer eens begeven hoor. We gaan één race in de eerste doen en dan kunnen we daar wel de derde gebruiken voor de laatste vier races. Maar dit is precies waarom je een grote voorsprong nodig hebt. Want je kan zomaar een uitvalbeurt hebben. Ook niet zoveel uit, hè? We gaan richting het seizoenstop en dan gaan we richting de Grand Prix van België. En dat is dan wel voor de volgende aflevering. Dus we gaan in ieder geval nog wel vooruit spoelen totdat die aflevering er is, of die race weekend er is. En dat, oh. Net op tijd nog om... Ja. Ik ben bezig, ja. Okay, we doen deze wel. Echt eigenlijk belangrijk meer, maar goed. Oké, we zijn in ieder geval aangekomen bij de Grand Prix van België. Daarbij laat ik het voor deze zeer teleurstellende, pijnlijke 100ste aflevering. Dus tot de volgende keer en later.